Hallo lieve luisteraars, hartelijk welkom. Vandaag bespreken wij een detective roman van Agatha Christie. Wij vertellen je meer over het moordmysterie in Moord op de Nijl. Heel veel luisterplezier. Nou, we zijn er weer, Remco ik, en met best wel tropische temperaturen. Zo, even uh, het zegt even. Uh, ik, ik heb bijna het idee dat we het weer gekozen hebben voor het boek of het boek gekozen hebben voor het weer, maar dat is ja. niet zo. Want ook een groot deel van dit boek uh, speelt zich af in, uh, in Egypte. En uh, ik vermoed dat het daar over het algemeen ook behoorlijk warm is. Zeker. Ik ben er nooit geweest, jij ja, voor hem ook niet. Dus um, ik, ik heb nee. het niet zelf ervaren, maar ja. Dat, dat lijkt me wel de situatie die daar is. We kunnen ons um, lekker inderdaad in Egypte wanen met ja, deze precies. temperatuur. We hebben niet eens thee, kun je nagaan. We hebben gewoon niet eens, eens ijsthee, dat ik eigenlijk moeten maken. Maar ik, ik, het komt zo spontaan, kwam het warme weer op, dat ik nog niet ja. echt ijsgrond heb kunnen inslaan. Anders hadden we even ij, <laughs> ijsthee kunnen maken. Oh, lekker. Nou, wie ja. weet de volgende aflevering. volgende aflevering hebben we lekker uh, ijsthee. Hopelijk komen jullie een beetje thuis door met de warmte, lieve luisteraars. Precies, nu moeten we het met een ijsje maar doen. Ja. Dat is ook heel vervelend, dat valt mee, <laughs> alleen tijdens de podcast een beetje lastig. Ja precies, altijd um, slubberen en dat is niet Maar hopelijk slibberen. hebben die thuis iets lekkers, iets, iets, ja, iets lekker verkoelends. Ja, of inmiddels is het winter en… en kan ook, en misschien van, luister je dit wel in december. Ik heb juist behoefte aan hele warme thee, dat ja. zou kunnen, warme chocomel. Pak het lekker voor hmm. jezelf. Oh, dat is wel altijd lekker. Dat is maar. altijd wel lekker, Zal dus ja. is warm weer, warme chocomel lekker. Bijna wel, ja. ja. En maar... uh, Agatha Christie, we hebben al eerder een boek van haar besproken. Precies, dit is de tweede Best keer. Best wel lang geleden, bijna. ik denk wel bijna 60 afleveringen geleden. Echt? Is dat zo lang geleden? Ja, volgens mij was het aflevering 27, Moord op de, de Oriënt Express. Oké, okay. ik heb dat niet zo scherp op mijn wist dat het alweer zo lang geleden is. Toen was het dus is. heel koud, weet ik nog toevallig. Toen ja. was het aan het sneeuwen buiten. En, en, en die, dat boek speelde zich natuurlijk ook, ook af in de sneeuw. Ja. Dus, uh, dit is thematisch, is dit helemaal... Het lijkt bijna uh, uitgezocht, ja. Het is gewoon, we hebben dit gewoon expres gedaan. We doen nu eigenlijk we, we wel. We rijden er een beetje omheen, maar eigenlijk is dat gewoon wat we hebben we het weerbericht erop nageslagen. <laughs> en, nou ja, wat wel grappig was, is dat wij natuurlijk samen, zijn we naar de Moustrap geweest. Een theaterstuk, ja. uh, wat al heel lang uitgesteld was. We zouden eigenlijk al veel eerder naartoe gaan, maar we zijn er uh, in mei naartoe geweest. Volgens mij was het wel een beetje de laatste ronde, want binnenkort komt ja, het nieuwe ja, het theaterseizoen. Nieuw, uh, nieuwe voorstelling. Dus sorry als we jullie enthousiast maken, maar dan kun je dus wel naar Moord op de Oriënt Express als theaterstuk. Ja, dat is precies waar onze vorige aflevering al begint, dus, ja. begin, dus dan kun je die nog eventjes uh, terugluisteren of het boek lezen. Want die uh, komt dus binnen, of ja, in het nieuwe theaterseizoen uh, komt die. Ja. Um, en nu, uh, de mousetrap. Ja. En wat ik zo grappig vind is dat het echt een heel oud toneelstuk is. Het is uh, oorspronkelijk is het ontstaan doordat Agatha Christie was gevraagd om uh, een hoorspel te maken voor de 80ste verjaardag van de Engelse koningin. voor BBC Radio in 1947. Toen zo. is het uitgekomen als hoorspel. En in 1952 is het als eerst opgevoerd uh, in Londen als theaterstuk. En nou ja, nu vele jaren later. Uh, dus ook nog in Nederland. Het heeft ook heel veel bewerkingen, ook in Nederland al gehad. En het grappige is dat het einde van het stuk is nergens terug te vinden. Ook als je bijvoorbeeld op Wikipedia gaat kijken, dan zeggen ze ook echt van vertel het niet verder. Het is gewoon echt een geheim. En dat zeiden ze tegen ons ook in het theater zodat ja, dus dat, is een beetje ja. De, dat is een beetje de grap daar, hè? Is dus dat niemand weet... Uh, Geen althans, behalve spoilers. Althans, bal was je erheen bent geweest natuurlijk, uh, hoe het afloopt. Ik weet ook niet of dat ze dan... Ik denk dat ze dan misschien ook het afloop soms wat anders doen of zo. Dat weet ik Dat zou niet. ik zo maar denken. Of het ze, is aangepast in de loop der jaren. Ik verwacht ik denk, wel... Of... Ik denk dat je als theater gewoon de... Zeg maar, of als theatermaker dan een beetje de vrijheid hebt om zelf te bepalen wie het gedaan heeft of zo. Denk je? En, ja, ik denk dat er enigszins wat vrijheid in zit. Waardoor het, dat niemand het weet. Waardoor je ook dus nooit iets hebt van... Nee, maar dat klopt niet. Um, en dat het iedere keer iemand anders is. Dat is want dat is maakt het ook dat je ook iedere keer naar het theater voorstelt gaat, het toch een beetje verrassend is. Want anders is het ook natuurlijk... Ja, maar gewoon, ik weet niet Het moet bijna puur... 70 jaar lang wel zo, het moet ergens verrassend ja. verras zijn. Als, als het, het altijd hetzelfde is, dan, 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 dan zou je dat toch overal online lezen, neem ik ja. aan. Ja, maar, dat, maar, dat, maar dat tot nu toe is dat dus niet. Nou, ja. uh... Dat is mijn ideetje. Ik heb het idee dat dat, ja. dat, 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 ja, het dat, dat, dat gewoon iedere keer een ander iemand is. In of niet iedere keer natuurlijk, maar dat ze dat af en toe uh, afwisselen. Ja. Maar ja, toen zaten we dus de, de, in die voorstelling. Of we zaten er vlak voor eigenlijk. Dat we eigenlijk wilden eigenlijk een boek lezen. Nou, er is dus geen boek van. Want dat is echt een toneelstuk. Het is een toneelstuk, een stresje hoorspel. Um, maar van uh, een Moord op de Nijl. Ja. Daar is wel een boek van. En we werden ook. En vielen... daar is ook recentelijk een recentelijke nieuwe film van. Heel gemaakt. recent. Vorig jaar is die uitgekomen. Precies. Dus toen dachten we, nou, gaan we lekker die lezen. Wel grappig dat je dan. Snel bij die titel uitkomt. Want Agatha Christie heeft zoveel boeken geschreven. Volgens mij echt 60 of 70. Maar deze is dan toch in de media gekomen. door die verfilming Dead on the Nile. Dus dan ja, pak je automatisch toch dat boek. Althans, wij wel. Ja, die, die, die net als die moord op de Oriënt Express natuurlijk precies. Het zit dan wat meer, wat meer op je net. Lies op je natuurlijk, ja, dat is gewoon dus op zich ook logisch. Net als die mouse, rap, als er een mouse van de mouse op een boek was geweest, hadden we misschien die gedaan, omdat er dan een theatervoorstelling hadden. Ja, betreken, het, maar het, die is er niet. Twee het iets of zo. Um, in dit geval, natuurlijk heb je dat meer op je Netflix Dus uh, van hey, uh, Moord op de Nijl is een film van en, goed, en Het is ook, ja, ja, precies. Vorige... En wij vinden het vaak ook wel leuk als er een film, een is van een boek. Um, om die ook gelijk te bespreken. Een beetje vergelijken is leuk. Het is altijd wel een beetje leuk om te vergelijken... of het een beetje erop blijkt wat heel anders is. Is het beter? Is het slechter? Is het veel slechter? Of valt het wel mee? Het is misschien dus, nog uh, wel ja. leuk om te vertellen... dat Agatha Christie echt best wel lang geleden geleefd heeft. Zij is geboren in 1890. Overleden in 1976. Ik vind het altijd zo bizar om te bedenken... dat er nog zoveel van haar boeken wordt gelezen... en dat zij dus gewoon al heel lang overleden is. Maar dat, haar, ja, dat ze gewoon echt... Ze wordt de koningin van de misdaad genoemd. Of ja, ze is gewoon. Uh, ja, ook omdat ze zoveel geschreven heeft. Ja, ze heeft um, natuurlijk een beetje het stokje overgenomen, denk ik, van uh, Arthur Conan Doyle. Doyle. van Sherlock Holmes. Dat is wel uh, een grote inspiratiebron. Dat is natuurlijk waar... wel haar grootste inspiratiebron. En daar heeft ze bijna wel het stokje van rechtstreeks van overgenomen. Van zo'n detective die. Uh, die allemaal mysteries oplost. Uh, dan moet ik wel zeggen, ik heb het idee, maar ik heb niet alle boeken gelezen. dat het bij Agatha wel wat meer vaak over moord ook daadwerkelijk gaat. Terwijl bij Sherlock het ook nog eens gewoon over pure mysterie gaat. Ja, um, ik heb ook veel moordjes inderdaad. Niet, ik, heb niet, uh, ik heb zeker niet alles gelezen van Agatha Christie. Of Agatha Christie. Dus, uh, ben je ook nog um, wel even bezig? Ik ben nog wel even bezig. Het <laughs> is niet helemaal misschien waar. Er zitten mensen nu thuis van, het gaat helemaal niet altijd over moord. Maar, uh, maar er zitten heel veel verwijzingen over naar. En ook, uh, ja, of het nou komt omdat het gewoon een, een naam is die veel voorkomt. Maar veel, veel zie je ook in uh, dat het karakterbot een karakterdoyle karakter Doyle heet of zo. Ja. Wat naar mijn mening. Ook ik, in dit boek, zijn mijn ogen in ieder geval altijd een beetje een verwijzing is naar, de, naar, naar Sherlock. Haar voorbeeld, een beetje. Precies. van Precies, schrijver. Um, toch een beetje knipoog daar naartoe. En zij had, maar zij heeft dat stokje goed overgenomen. En uh, inderdaad, heel lang, heel veel boeken geschreven. En theatervoorstellingen. En, en Kort ik heb vraag, bijna het idee ja. op dit moment nu, nou weet ik niet helemaal, maar het is bijna, bijna net zo, het is bijna net zo populair eigenlijk, denk ik, als Sherlock. Je hebt natuurlijk laatst die Sherlock-serie en die films, dus die waren ook al populair, ja. maar deze nieuwe films zijn ook alweer weer populair en je hebt natuurlijk een hele lange serie gehad op tv. Dus ja, van alles en nog wat. Ja, Hercule Poirot. Dat ja. is toch wel een hoofdpersoon uit veel van haar boeken. Uh, Moord op de Orient Express hebben we dus vorige keer besproken. Daar was hij ook de hoofdpersoon. Een Belgische detective is dat. En dit boek is iets later verschenen. Dit is in 1937 verschenen. Moord op de NL, als nog heel lang geleden. Uh, dus dat kwam een paar jaar na haar uh, ja, en succes en voor raakte. Hier dus uh, Hercule Poirot die, uh, die terugkomt inderdaad. Een Belgische uh, detective, die gewoon in Engeland. Uh, ja. Woont, zeg maar, en functioneert, maar wel heel veel de wereld rondreist. Dat is wel echt typerend, denk ik, aan. Vind ik in ieder geval typerend aan. in ieder geval de boeken die wij gelezen hebben, is dat het vaak. Op diverse plekken afspeelt. Het speelt zich niet allemaal af in Londen, om het zo maar te zeggen. Nee, eigenlijk heb ik dus nog geen boek gelezen. Nou, ik ben nu dus begonnen aan Moord onder vuurwerk. Dat speelt zich dus in Engeland af. Maar ja. goed. Ja, die Mouser speelt zich ook wel in Engeland af, maar ook wel weer ergens dan ergens in de country. Afgesloten setting is sowieso voor haar. Precies. Echt is... een ding. Ja. Want dat was we in de Mouser, was in een ingesneeuwd hotel. Uh, en in Moord op de Nel is het op de cruise over de Nel. Precies. Maar het boek begint en dan zitten we eigenlijk nog even in, uh, in Engeland. Ja, in Londen. Want dan hebben we, hebben we eigenlijk een ontmoeting tussen, tussen ja, twee vriendinnen. In het begin eigenlijk. Ja, uh, en wat ik daar leuk vind is hoe uh, Agatha Christie de hoofdpersoon. Of ja, een van de belangrijke karakters in het boek, Linnet Ridgway, hoe zij die dan introduceert. Want het begint dan met dat een paar mensen in een kroegje zitten en die zitten dan te kijken naar uh, Linnet die uit zo'n koet stapt. En dan gaan zij een beetje. ja... Roddelen of geruchten verspreiden, en dan leer je haar dus kennen via de, 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 ja, de gesprekken van de mensen uit het dorp, zeg maar. En dat vind ik wel leuk, want dan kom je er dus achter dat die Linnet Ridgeway in alle kranten heeft gestaan: dat ze een fortuin heeft geërfd. En ze is ook nog eens ja, heel knap, heel schoon om te zien. En ze is nog heel jong, dus, ja, dus heel dus, veel dus mensen lijken. Dus rijk, is jong, populair. Ze heeft een gigantisch landgoed. Um, ze heeft, raad, heeft ook ja. een soort van invloed, om het zo maar te zeggen. De mannen staan in de rij ja. voor haar. Maar ook heeft ze, ze heeft veel kennis in, in, in ja, belangrijke sferen, om het zo maar ja, te zeggen. Ja, invloedrijk, dus, ja. Invloedrijk is ze. Uh, dus ja, dat is een um, interessante persoon. Um, en haar vriendin die komt dan inderdaad langs. Dat is eigenlijk een ja, minder um, belangrijk persoon uh, op dat vlak. Je maar. Die heeft het veel minder breed. Die dus minder breed. zit financieel lastig. Precies. Jacqueline de Belfort. Ja. Uh, Jackie. En die Jackie is dus helemaal, uh, we kunnen jullie een beetje meenemen in het verhaal, die is helemaal ja, in de wolken, want die heeft een nieuwe liefde. Precies, die heeft een, een vriend en dat is helemaal fantastisch. En ze gaan trouwen, ja. uh, maar zij komt Linnet smeken of, uh, of zij uh, Simon, want dat is dus de verloofde van Jackie, Precies. of uh, Linnet Simon een baantje wil geven, omdat ze dus eigenlijk heel krap bij kaf zitten. Ja, zodat ze samen daar kunnen gaan wonen. En Linnet heeft een heel groot landgoed, dus die Jackie had wel bedacht... nou, als mijn verloofde Simon, als hij er dan uh, lekker aan de slag kan als uh, huismeester of wat dan ook... dan kunnen we gewoon lekker het huwelijk bekostigen. Dus dan komt ze helemaal Linnet uh, daar smeken. en dan is ze ook wel helemaal in vervoering of zo. Dan zie je ook, hoe, dat is ook typisch Agatha Christie, uh, dat ze best wel veel tijd besteedt aan de uitwerking van de personages. Want dan toch, dan heb je gelijk wel het ja. gevoel dat je die Linnet een beetje leert kennen, een beetje gereserveerd... Ja, uiteindelijk en... doe het hele het hele boek eigenlijk gaat voor 80% over karakters uitwerken. Er zitten ja. behoorlijk wat karakters in het boek. Um... Maar het is dus niet langdradig. Het is niet ik. langdradig, maar nee, maar er zitten wel veel karakters in. En heel het veel. uitwerken van de karakters is bijna wel wat er gebeurt. Want ja. verder merk je, althans, dat heb ik dan niet nog geval. Uh, dat, is niet, dat is niet, geen kritiek of zo, maar het gaat heel erg over die karakters. Want eigenlijk de setting en zo, ja, ze zitten op een boot en ze varen wat rond en zo. Maar Beetje bijzaak, bij dat is echt bijzaak. Zeg het is maar. een afgesloten setting en, en dat maakt het spannend. Wat er gebeurt is enigszins interessant, maar voornamelijk wat interessant is in het boek, um, is, is de karakters neerzetten. Hoe reageren ze op situaties? Wat vertellen ze? Wat de onderlinge, zit er achter? Online ja. verhoudingen, spanning daartussen. Dat was ook heel erg in dat vorige boek, hè? Die dat was ook in Express. het vorige boek, dat was ook in. Dat is, in de mousebook. Precies, dat is overal, heb ik het idee dat dat terugkomt. Nu is het in het boek wat uh, en dat ik lees doet ze ook... En in het ja. begin doet ze dat ook al met deze karakters, inderdaad, al gelijk. Ja, want je... je... Uh, ziet niet gelijk R.Q. Poirot. Die komt pas later aan bod, de ja. detective. Uh, grappig genoeg komt hij hier dus aan bod... omdat hij dus ook een cruise gaat maken. Hij heeft echt vakantie. Uh, maar goed, om even bij Linnet en Jackie te blijven. Ja, dus de setup hier is bijna... op dat vlak is bijna hetzelfde als... Uh, bij de, bij de, de moord op de Orient ja. Express. Waarin hij ook op vakantie gaat... Op een op een, uh, dan op een treintje zit in plaats van op een boot. En bijna zo per toeval... Met zijn neus in de Hij was op doelreis of zo. Althans, in zijn geval ja. met de neus in de boten valt. want hij vindt het natuurlijk fantastisch. Om. Hij krijgt ineens een opdracht. Hij, hij, hij vindt het om te smikkelen. Ja, hij krijgt natuurlijk dus in beide boeken krijgt hij een opdracht aangeboden. Die wijst hij in beide gevallen af, want hij is op vakantie. Uh, maar uiteindelijk gaat hij dus nog natuurlijk Het noodlot uit. wil. Ja, en, en het de... blijft Hercule Poirot. Precies. Ik vind het ook grappig hoe Wille beroemd hij dan is. Want overal waar hij komt, iedereen kent hem of zo. Dat kan je je gewoon helemaal niet voorstellen. Maar dat heeft ze wel goed gedaan. Dat, en hij is daardoor ook best wel Onbescheiden, zeg je dat zo? Hij is ja, uh... hij is ook net als hij is ze ze, opnieuw net als Sherlock... is was ook uh, in zijn boek al bekend, zeg maar. Tijdens het werd het, 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 het vaak ook gezien ja, als was een bekend ook persoon. Bekend, ja. uh, allebei zijn het eigenlijk ja, zijn het excentrieke figuren. Ze hebben allebei een hele eigen dingetjes die ze doen. Uh, maar uh, Hercule Poirot is iets toegankelijker denk ik dan Sherlock... op dat vlak, omdat Sherlock... Um, andere tijd. Dus Q ja. die heeft het heel erg over dat hij met, met eten en details, weet je, dingen moeten precies leggen en uh, dingetjes moeten, uh, uh, ik moet precies drie eieren hebben en ik moet vijf koekjes hebben en ik moet zeven, weet je, alles moet dan op die manier in symmetrie zijn. Um, terwijl uh, Sherlock zat tot op dat moment meer in de opium en andere excentrieke dingen, dat hij met pistolen op muren schoot en ik weet ook te weinig van Sherlock en... af, want ik heb het gevoel dat die Hercule dus best wel nog wel soms wat arroganter kan zijn dan die, dan die Sherlock, maar dat hij wel heel beleefd is tegen mensen, dat Sherlock dat dus weer minder heeft. Ja, Sherlock was minder, Sherlock was minder beleefd, is minder, op dat moment bedoel min, ja, misschien, ik zeg minder, minder, to, minder toegankelijk, want hij was, hij was niet aardig tegen mensen, maar ook heel arrogant. Want ook daar zei hij toch nog zeggen, in sommige van zijn boeken ook, dan komt er iemand binnen met een probleem en dan zegt hij, ja, weet je, ga maar lekker naar de politie, ik heb hier echt geen tijd en energie voor, dus is echt te makkelijk voor mij. En oh, is van, ja, maar, okay. mijn, maar mijn oom is vermoord En dan is het van, ja, uh, succes ermee. Ik, ik, klinkt klink niet overeen. interessant, succes ermee. Ga maar lekker, ga maar lekker weg. Ja, en <laughs> die Hercule is wat, wat, die is natuurlijk, uh, ik wil steeds zeggen Frans. Omdat hij ook vaak Frans, maar is een Fransstalige Belg, ja, zeg maar. dus hij heeft een accent. En hij, is, uh, een, hij is wel gewoon wat beleefder wat en... en... Spreekt mensen ja heel beleefd aan. Het is natuurlijk best wel nog uh, bijna honderd jaar geleden boek. Dus dat, ja. dat, dat merk je ook wel aan het taalgebruik in het verhaal. Hij is wat netter. En, ja. uh, maar hij blijft wel excentriek, inderdaad, zoals ik zeg, met met zijn koekjes en zijn eitjes en zijn dingetjes die allemaal, en zijn koffiekopjes, of zijn theekopje moet ik zeggen. Dat dat allemaal recht moet staan en anders is het niet goed. En... Weet je, dat er ook een speciaal tafeltje in dit boek ook het begint dat hij dan op een dat hij een speciaal heel tafeltje luxe restaurant, een, een heel restaurant, restaurant en er wordt een speciaal tafeltje neergezet voor hij koopt deels om aan te tonen natuurlijk hoe uh, hoe beroemd hij is ja. uh, maar ook deels om aan te tonen natuurlijk dat hij a alleen is in het leven eigenlijk want hij ja. zit in zijn eentje aan dat tafeltje um, en ook dat mensen dus ja dat hij dus heel pietje precies is want ook daar alles wat precies neergelegd en hoe die mensen goed. observeert want het grappige is in dat restaurant komt hij dus Jacqueline en Simon tegen Jacqueline dus de vriendin van Linnet en Simon haar verloofde en daar begint het verhaal een beetje want dan ja die Poirot zit al die mensen te observeren en dan heeft hij gelijk al allemaal bedenkingen over ze van die Jacqueline het lijkt wel alsof ze te veel van Simon houdt ja het is een beetje uh... Maar ondertussen is Linnet ook helemaal in de war van die Simon. Dus die Simon die heeft een bepaalde uitwerking op vrouwen. Precies, die heeft iets bijzonders. En het gekke is dan dus dat je op een gegeven moment. Um, je leert de andere karakters kennen. Die dus allemaal samenkomen op die cruise die rondreist door Egypte. Sommige mensen bij toeval die zijn daar gewoon aanwezig omdat ze op vakantie willen. Maar sommige mensen gaan expres naar die cruise omdat ze in de krant lezen dat Linnet. Uh, ...daar aanwezig zal zijn vanwege haar huwelijksreis met Simon Doyle. En dan precies. dacht ik echt, heb ik het nou hey. goed gelezen? Precies, <laughs> ik wat dacht dat die Jackie daar? met hem ging trouwen. Ja, dan opeens is er een, uh, is even een verandering van plan. Uh, want dan opeens vindt er een ander huwelijk plaats. Dat wordt... En je leest niet hoe dat is gegaan, je leest nee, door precies. ogen van zit Er zit een keer of een soort van timeskip zit daarin. En opeens zijn we even verder en dan, uh, en dan is dat gebeurd. Dan opeens zijn zij, uh, of ze zijn getrouwd dan op dat moment... Ja. En uh, gaan ze dus inderdaad een reis maken? En maar uh, uh, iedereen is er wel gewoon. Jackie en zo, die zijn er wel ook gewoon. Die zijn ook op die reis. Wat Jackie niet is helemaal. ook op die reis. Wat en... misschien niet helemaal wenselijk is, om het zo maar nee, even te zeggen. want Linnet heeft dus haar verloofde afgepakt. Precies. Dat denk je dan, tenminste. Gestolen. Ja. Dat denk je. En Ercole Poirot is daar dus bij toeval op vakantie. Uh, maar ja, je, uh, je hebt dan een paar hoofdstukken. En dan zie je bijvoorbeeld ja, de verschillende karakters. Er zijn er best wel veel. Het zijn een paar mensen die gewoon lekker op vakantie gaan. Maar je hebt dus ook wel wat duistere figuren. die connecties hebben met Linnet. En die eigenlijk haar willen tegenhouden op die reis. En daar dus achterna gaan. En dus blijkbaar kunnen ze dan toch nog ook op die cruise aanwezig zijn. of zo. Heel kort van tevoren. Nou ja, dat hebben ze dan dus geregeld. Dan krijgen ze een brief. Ja, daar moet je. Dan daar, daar, dat is echt een dingetje dat je denkt: dan, oh ja, ik moet een beetje. Dat, dat heb sowieso, dat je sowieso bij je. Maar je moet een beetje. Korreltjes zout, want je krijgt, je krijgt dan een zout, brief. Je moet, en dan je moet een is het beetje meebuigen met van. Oh ja, ik, ik moet geloven dat er een cruise is waar. En dat er nog een plek is. 30 man is. op de boot zitten waarvan 20 mensen elkaar kennen of zo. Weet je? Ja. Per, puur per toeval. Slash, inderdaad, ze kunnen nog kaartjes kopen. En ja, dat, dat, uh, ja, dat moet je een beetje in meegaan. Anders. Uh, da, dat maakt het misschien ook een beetje, ja, ik weet niet, gedateerd, maar. Uh, nou ja, je beetje... merkt natuurlijk dat gedateerd is sowieso, doordat ze corresponderen ook met brieven en zo. Ja, en... goed, maar dat zou je zou nu een boek kunnen schrijven die in die tijd afspeelt. Maar misschien ja. gewoon een beetje dat als je dat nu zou doen, a, denk ik dat we sowieso niet zoveel karakter zouden hebben als dat, je, uh, dat, dat er nu in het boek zitten. Um, wat, want ik vind soms, ik weet niet hoe jij dat ziet, ik, soms mm -hmm. had ik wel een beetje het idee van... En jij zegt dat het niet langdradig, en dat is het ook niet, want het blijft wel interessant, maar ik had wel zoiets van... Ja, we zijn allemaal karakters één voor één aan het uitdiepen. Best wel veel namen. Uh, best ja. veel namen, best veel karakters, best veel. En ik denk van ja, waar gaat dit nou heen op een gegeven moment? Wat is nog zo? de toevoeging? Ja, wat, wat zijn, zijn we nu gewoon karakters aan, voor karakters aan het maken of zo? Uh, ik had dan het gevoel dat ze dat. Ja. Dus deden auteur. Zodat het steeds spannender werd wie de moordenaar zou zijn. Want er wordt natuurlijk een moord gepleegd aan boord. Uh, ja. En dat kan dus maar. Ja, dat moet iemand zijn die aanwezig die is. Die aanwezig is. Dat... En nu heb je dus. En opnieuw, doordat ze natuurlijk zoveel karakters uitdiepen, heb je opeens ziet van. Oh ja, het kunnen niet twee verschillende personen zijn. Maar dat, het, het, zijn, het zijn er wel twaalf verschillende mensen kunnen zijn. Maar ze hebben ah, allemaal ja. een reden om het te doen. Dat is een beetje het ding. Alleen het lezen daar naartoe, zeg maar, vond ik daardoor wat, wat stroperig worden. Of zo. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Want het is wel was, interessant. Maar... Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Want sommige mensen kenden Linet dan niet persoonlijk. Maar ze hadden dan wel een oordeel over haar. Omdat ze dus een, een fortuin had geërfd van een miljonair. En dat ze jaloers op te waren. Dus zo had bijna iedereen wel ja, een precies. motief of zo. Of ze waren direct of indirect betrokken. En allemaal ja. weer eens een beetje uitgewerkt. En iedereen. En dat, dat op een gegeven moment ik dacht van ja. Ik snap wat je aan het doen bent. Je bent een enorme setup aan het doen. Van enorm veel karakter. Zodat je straks op het moment dat het misgaat. Dat er heel veel verdachten zijn. Maar ja, dat was voor mij was het. Was het iets te veel van het goede? Ja, je, je hebt dan bijvoorbeeld een oudere dame, een Amerikaanse dame, die reist dan samen met een kamenier, noem je dat? Of een, een ja, verpleegster. Een soort van, ja, precies. Een soort van voor, voor persoonlijke assistenten, samen met twee slash mensen, verpleegkundigen. En ja. die, ze hadden wel allemaal. Um, een hoe zeg je dat een interessante ontdekking werd over hun gedaan naarmate de moordzaak werd onderzocht. Maar daar had je ook meneer Fergus en dat was dan iemand die de hele tijd heel moorddadige uitspraken deed en je had uh, een moeder met een zoon en die was een beetje mysterieus en dan had je nog een moeder en een dochter en die moeder had dan weer allemaal geheimen en die ja. was een beroemde schrijfster. Nou, zo kan je nog wel even doorgaan. Was er nog een notarisachtige knakker? Ja, een advocaat. En, en, advocaat, en die had dus weer een connectie en... met met Linnet. Met de, ja met weer een, met de vader van dingen volgens mij en ook nog en je had ook nog een zakenrelatie een zakenrelatie dus weet nee. je wel en dan denk je op een gegeven moment denk je van oké okay, ja het is wel nee ik snap helemaal wat je bedoelt dat, dat dat is het enige wat ik op een gegeven moment wel een beetje ja, had dat in snap het boek ik wel. Ik dacht van oké okay, um, je ziet ook, ze wel echt voor je dat vind ik wel grappig ze zijn het, allemaal het best is goed geschreven uniek. en het is in, en het is ook niet niet interessant alleen het um, alle uitwerking vindt ook plaats voor, uh, voor de moord ja. Wat ook logisch is, want anders, als de moord plaatsvindt, heb je een kleine groep mensen waaruit je kan selecteren die het gedaan zou kunnen hebben. Dus ik snap het helemaal. Maar het is maar dat niet betekent spannend. dat het heel lang duurt voordat, ja. er, voordat je een urgentie voelt in het boek. Precies, zeg maar. dat is waar. Want ik lees ook wel eens thrillers waarvan je gelijk vanaf de eerste bladzijde ja. uh, aan het verhaal gekluisterd zit. Ja, en dat hoeft ook niet per se alleen. Het, duur, ja, het duurde voor mij Tot iets Dat even lang een hier. lange opstart. En, ja, of dat er dan na de moord of zo nog één of twee nieuwe karakters worden geïnteresseerd waarvan je van tevoren niet. Dat je die nog eerst niet wist of zo. Maar goed, dat is gewoon een keuze. Uh, het valt verder wel mee. Ik uh, vond wel inderdaad vanaf het moment. Denk... Oh ja, oh, sorry. ja. Nee. Nou, vanaf het moment dat die moord gepleegd is. dan komt het verhaal in een stroomversnelling. en dan zit je wel echt meer in het verhaal. Dus ik snap wel ja. wat je bedoelt. Nee, ja. dat klopt. En dan nou, grap is ook, want we hebben natuurlijk ook de film, uh, film gekeken van het boek. En, de, uh, recente de recente film. Er is, <laughs> is ook nog in het verleden blijkbaar een tv-film van geweest. Uh, dat en die mag... uit 1978. Ken jij die? Nee. Ik ook niet. Uh, <laughs> nou, die heb ik. En die ken ik wel, maar heb ik niet gezien. Maggie Smith speelt daarin. Dat is de enige actrice die ik ken die daarin speelt. Maar goed, ik ken weinig acteurs hoor, dus dat zegt niks. Nee, er zitten wel een paar. Dat uh, is ook wel een redelijke productie Osloff. uit die tijd. Maar goh, ja, goeie, die hebben die, 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 die we niet gekeken. We hebben de nieuwe versie gekeken. Wat voor mij ook, 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 ook goed, goed uh, ontvangen is. Iets minder goed volgens mij dan, uh, dan Polar. Maar ook wel goed ontvangen is. Maar Brand, uh, ja. wat je daar ziet in de film, en dat is ook wel vaker in films zelf. Maar dat is denk ik hier echt wel van toepassing. Ze hebben een aantal karakters samengevoegd. Ja, dat moest één. ook bijna wel, ja. En, Um, dat is een streamlining voor, voor de film, zoals ik zeg, dat zie je vaker. Maar um, voornamelijk was het voor ons even verwarrend, want we hadden zoiets van welke karakter uit het boek is nou dit karakter in de film? Ja. En dat was een beetje, um, maar dat is meer omdat je het boek gelezen hebt. Dat je daar ik vind dan een beetje zo'n zurpiet, zo zeg maar, die heel erg aan het boek gehecht is. Ik vind dat dan altijd jammer. Maar het moet soms gewoon. Voor een, een filmwerk van ja, een boek. Je moet moet wel, je wel. Anders, anders wordt het een Maar ik vind film. dat wel wennen. Worden 3,5 uur um, durende filmen van... 2,5 uur lang uh, karakters worden geïntroduceerd. Ja. Dat schiet ook niet op. Nee. Dus op zich is dat wel goed. Maar dat, daar, daarin zie je wel, denk ik, als je het, het boek nu zo schrijft, ook zouden waarschijnlijk. hadden ze dat ook iets meer op die manier gedaan. Dat je een aantal van die karakters had je best wel kunnen samenvoegen, inderdaad. Ik kan me wel voorstellen dat veel mensen als ze denken, hé hey, ik begin aan een detective-roman. Eh, dat je dan in het begin je even er doorheen moet worstelen. Ik vind het heel leuk omdat je die dialogen leest. En het is gewoon een beetje allemaal. Ja, uit die tijd, dus heel met nette bewoordingen geschreven. Ik, ik, ik vind dat heel erg leuk. Maar als je echt een bloedstollend, spannend verhaal. Uh, ja, het is geen moderne thriller, natuurlijk. Dan moet je echt even geduld ja. hebben. Maar, uh, maar verder, goed. Ja, ik denk dat we niet te heel veel spoilers willen vertellen. Ook laten we een beetje in het thema van, van, van het toneelstuk blijven. Maar in ieder geval: er wordt dus een moord gepleegd. Ja, we kunnen denk ik toch wel zeggen wie er doodgaat of ja, niet. Ja, we kunnen in ieder geval wel zeggen wie er gaat Maar ja, dus we gaan niet uh, denk ik teveel. Dus mocht je het nog het nee. boek lezen, dan kan het ook gewoon. We, we... Luister maar... gerust, we gaan sowieso niet vertellen wie het gedaan heeft. Want Precies. die plot is weer typisch Agatha Christie. Precies, ik zag hem, zo voor zag hem voorzag hem niet. Nee. Um, maar ja, had jij het. Ge... Wij dachten allebei dat er een ander persoon vermoord ging worden aan boord. Maar het was toch Linnet ja, Doyle. Precies, die wordt vermoord. Um, en ja, de, dan, dan, wat je al zegt, dan komt het verhaal eigenlijk in een stroomversnelling. Dan is het heel erg: ja, wie heeft het gedaan um, en hoe is het gebeurd? En op een gegeven moment wordt er dan uh, um, ja, wordt er een pistool gevonden. Uh, ...want zij is ook op een best wel op een, een aparte manier eigenlijk komen te overlijden. Ze is door haar hoofd geschoten. Weinig mensen hebben het ook gehoord. Uh, Ze hebben eigenlijk alleen maar Maar nou, bijna niemand heeft het gehoord. En dus je krijgt ook op een gegeven moment het idee... Dat, of, ...dat misschien iedereen in het complot mee zit. Want hoe kan het nou dat niemand dat gehoord heeft... ...of in ieder geval de mensen in, in, in de kamers naast haar... ...dat die uh, daarin mee zitten in het complot. Uh, maar uiteindelijk, uh, ja, wat jij al zegt... Uiteindelijk, ja, ...zagen wij het allebei in ieder geval niet aankomen... Uiteindelijk hoe het dan nee. uiteindelijk ontrafelt. En dat zit ook in, uh, in de film. En in het boek. Ik moet zeggen, in het boek wordt het wel een stuk beter uh, gedaan. In de film hebben ze een aantal dingen veranderd, vergeleken met het boek. Waarvan ik denk dat het onverstandige keuzes zijn geweest. Um, dus op dat vlak is het wint het boek wel echt wel punten. Want ja, uiteindelijk ja. zit dat. Ja, en voel je dat goed in elkaar zitten, zeg maar, hoe dat einde dan allemaal vooruit Het einde en zo. wel, maar het is misschien nog leuk om even te zeggen ja. dat er dus wel een verontrustende scène nog aan vooraf ging. dat uh, die Linnet en die Simon, dat zij dus zich gestalkt voelden door die Jackie. En dat zij oh, ja. dus inderdaad een beroep deden op die RQ, wat je net zei, hij heeft die opdracht afgeslagen. Zij vroegen van: hé, hey, um, kun je er iets aan doen? Want ze stalkt ons, ze gaat mee op die cruise, overal waar wij zijn, is zij. Nou ja, hij ja want die Jackie echt... zit eigenlijk dus een beetje die, dat, dat nieuw dat, dat echtpaar zitten ze dus de dus, 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 ja de stalk is ja dat Zij zien het als ze de hele maar tijd achtervolgen. Achter, achtervolgen gaat overal ja. mee op reis en noem maar allemaal op en um, ja dat, dus die worden helemaal gek van de stress en de zenuwen daarvan en vragen dan in dat een Hercules heel passief, Hercule. agressief? ja van. Ja, klopt. Kan jij daar niet wat tegen doen? Nou, Kul zegt dan eigenlijk twee dingen. A, ik ben op vakantie. En B, ja, ze doet niks. Ze, ze doet ze, niks strafbaars in principe. Ze doet niks strafbaars. Ze, ze volgt jullie de hele tijd. Welkom dan ook de vraag om daarboven van, ja, maar hé, hoe kan ze het nou bekostigen? Want ze had toch niet zoveel geld. Dus hoe kan ze dan opeens een cruise op de ja, Nijl doen? En dat is verdacht. Ze was voor mij ook naar Zuid-Amerika al mee geweest, wat dan ook. Dus ja, hoe, hoe werkt dat dan? Uh, en dat die, die -Cool interessante vragen ook. met haar praten. Uh, die gaat ook inderdaad met haar praten. Uh, je en, gaat echt iedereen ja. continu, hij is continu aan het praten eigenlijk met mensen aan, aan boord. Zeker, uh, maar en zeker bij haar gaat hij natuurlijk echt even op het door van nou wat is nou, hoe kan dat nou en wat is nou gebeurd en uh, ja. En dan doet ze natuurlijk ook wel. Ja, verontrustende uitspraken dat ze ze wel kan vermoorden en zo. En dat doen meerdere mensen, want je hebt dus ook een heel gewelddadig iemand aan boord. Die heeft het er gewoon steeds over. Ja, je moet mensen gewoon neerschieten en zo. Maar ik heb toch altijd het gevoel dat degene die het minst opvalt, dat die het dan gedaan moet hebben of zo, weet je wel. Want je hebt ook gewoon een hele lieve vrouw aan boord. Dat ik denk, ja, misschien heeft die wel straks een geweldig motief dat zij het gedaan heeft. Wat die Ercul dan gaat ontrafelen. Dus ja, het, het kan alle kanten uh, opgaan. Ja, en dan, dan, dan is het ook gewoon spannend en, en je hebt geen idee ja. waar het heen gaat. En dan, dan heeft het ook opeens dat het zoveel karakters heeft, heeft dan ook meer waarde. Want je, je zit echt te denken van ja, wie, wie kan het nou geweest zijn? Zeker ook omdat er nog inderdaad een scène is, dus inderdaad dat ze dus op een gegeven moment een uitstapje maken van de boot af. Dat is nog eigenlijk voor de moord. Ja, ook uh, nog. Waarin dus een steen ja, naar beneden valt of naar beneden wordt geduwd. Dat is niet helemaal duidelijk, maar die lijkt dan bijna terecht te komen op, uh, op Lynette. Echt een groot rotsblok. Dat ze ja, een denken, groot is rotsblok, het een moordaanslag. Het is een beetje typisch natuurlijk dat in één keer een zo'n steen naar beneden valt en zoiets wat dat. gelijk staat. aan Jackie, maar Jackie is dan aan boord. Precies, Jackie dubie. kan het niet geweest zijn. Dus ja, wie nee. kan het dan wel geweest zijn? Iemand anders die liegt daar dan nog over of hij wel of niet op, aan boord is geweest. Dus die maakt zichzelf ook heel verdacht. Mensen liegen dus inderdaad ook waardoor je dus niet altijd als het leven gelijk kan weten. Wie nou de waarheid spreekt, dat is natuurlijk een spannende. En ook um, nadat Linnet dood is aangetroffen, gaat RQ allemaal mensen ondervragen, alle passagiers ondervragen. En dan zijn er ook mensen die dus s'nachts rond de tijd van de moord bepaalde mensen hebben gezien die iets weggooiden in het water. Maar later blijkt dan weer dat sommige mensen niet per se het wapen weggooiden, maar dat ze een ander geheim hadden wat ze wilden verdoezelen. Dus dat maakt het allemaal. Ja, op een gegeven moment spannender. krijg je meerdere dingen die door elkaar heen lopen. Um... Ja, inderdaad, dat je al zegt, dus op een gegeven moment gebeuren er ook nog dingen met een ketting. Waar, oh ja, die parels, dat, parel dat vond ik ook wel een leuke. Waar op een gegeven moment dingen mee gaan gebeuren. Uh, heeft dat er nou wel mee te maken? Heeft het er niet mee te maken? Is het een vervalsing? Is die echt? Um, ...heel veel onzekerheden daaromheen. Heeft iemand die parels gestolen van Lindt ja. of was het al bij de moord? En, en... Was het daarvoor al gebeurd en is er eigenlijk niks mee te maken? Hè? Is dit onderdeel hiervan of is het, was het al gestolen... ...en is het eigenlijk nu opgevallen omdat mensen ermee bezig zijn? Ja. Um, ja, dat soort dingen maken het natuurlijk wel interessant. Dus Dan zit het echt in een, in een stroomversnelling. En dan, uh, ja, dan voel je echt die druk. Dan is het echt een, 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 ja, een snelkooppan. En dan voel je echt dat een uh, Christi gevoel, zeg maar. Ja, dat had ik inderdaad ook. En ook dat, dat er dus dat die Jackie ook ja, echt uit de vuil springt tegen die Simon. En hem dus ook nog een schotwond toebrengt. Ja. Dus ja, Ja, het gaat alle kanten op. Dus ja, wel wel, denk ik, uh, ja wel, wel wel echt wel weer een interessant boek, denk ik, om te lezen. Zeker als je zoals je zegt, als je. En jij ja, leest natuurlijk ook heel veel moderne thrillers. Dat is heel ja, anders. Dit is echt meer een detective. is echt detective. heel anders dan dit, maar dit is natuurlijk wel echt... Ja, dit is wel weer meer alweer mijn ding. Het gaat uh, meer over de psyche, wat je al zei. Dat, de, dat die personages heel erg worden uitgewerkt... en dat ook hoe mensen reageren in verhoren... en welke vragen Hercule dan stelt en hoe je die verbanden legt. Het is echt meer ja, gewoon... Ja, ja. En, en, en spanning komt veel meer uit van wie heeft het gedaan. Je zit zelf heel erg na te denken of je erachter kan komen wie het gedaan heeft... Ja. Terwijl in, uh, dat is niet in alle moderne uh, thrillers zo hoor, maar in moderne thrillers heb je vaak het idee dat de spanning meer eruit komt dat de hoofdkarakters op de een of andere manier in een benarde situatie ontstaan uh, komen, zeg maar. Dus van, ja. uh, de, de moordenaar gaat achter de detective aan of... Ja, noem het allemaal dat het heel persoonlijk op. wordt of heel heftig let's of, of heel heftig heel wordt. wordt Ernstige stoelingen. Bijna horror dat het een soort van horrorverhaal ja. wordt. Um, en hier zit je gewoon op, je, op het puntje van je stoel. Omdat je gewoon weet wie het gedaan heeft. En het kunnen en waarom, maar niks aan mensen zijn. En, dat is ook het inderdaad, geval. Inderdaad, in een gesloten situatie kunnen ook nog maar zoveel mensen zijn. Ja, dat maakt het natuurlijk gewoon super. Weet je wel. Dat is, uh, ja. En het leest lekker weg. Uh, zoals ik zeg. Het duurt eventjes voordat het op gang komt. Maar als het hem op gang komt, dan, uh, dan, dan, uh, dan gaat het goed. En dan, uh, ja, dan is het gewoon gaaf. Ja, en, de, en uh, ja, heb jij dat ook een beetje over het boek? Dat, dat je denkt van, nou... Oh. Ja, zeker. Ja, ik, ik wist gewoon een beetje wat ik kon verwachten qua Agatha Christie's schrijfstel. Dus dan stel je er ook een beetje op in. Dat het even wat opstarttijd nodig heeft. Het is geen dikke pil, gelukkig. We hebben hem dan geluisterd. Zes uur luisteren of zo, ongeveer. Dus het is ook... Ja, je, je leest echt. Ja, wij hebben hem binnen een paar dagen uitgelezen, denk ik. Um, en het is. Ik vind het gewoon heel knap hoe, hoe ze alles in elkaar laten passen als een soort puzzel. Dat ik denk, ja, ik. Misschien zijn er andere luisteraars die nu zitten luisteren. Denk, ja, ik had het plot wel ontdekt. Ik had dit nooit voor mogelijk gehouden. Nou, kijk, wat de kunst natuurlijk aan detective is. Volgens mij heb ik dat de vorige keer ook al verteld. Maar is natuurlijk dat je eigenlijk begint met. Ja, met het plot, of met het, hè, waar, waar het ja, je einde bij het einde. bij de conclusie en dan werk je terug. En je zorgt ervoor dat je ja. stukjes informatie tegenhoudt, tot zo laat mogelijk het liefst. Ja. Um, zodat jij als, als lezer achteraf denkt van, oh ja, ik had het allemaal kunnen lezen. Maar je haalt iedere keer cruciale stukjes informatie laat je weg als schrijver... Waardoor je het gevoel hebt dat je. Da, waardoor de, 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 de lezer het niet kan weten. Of je moet het goed gokken. Maar dat is in principe wat je doet. Maar de kunst is. En dat is natuurlijk. Wat het bizar moeilijk maakt. Is dat je dat doet. Zonder dat je dat voelt. zeg maar, tijdens het lezen. Ja, dat zonder het is dat je het idee hebt van, van. Oh ja. weet je, hij, 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 hij of zij. De detective. Die vindt iets. Maar dit wordt heel kunstmatig tegengehouden. Weet je wel van oh ja, er is een, een laptop gevonden in de kast. En, maar die gaat op dit moment niet open, want uh, er zit een slot op. En het duurt 48 uur voordat ze we erin... Weet je? Dat kan natuurlijk wel, maar dat maakt het heel kunstmatig. Van, oh, we moeten 48 uur wachten voordat we de informatie krijgen. En dat, sommige, soms voelt dat gewoon heel kunstmatig aan. En dat is wat je uh, bij de Sherlock-boeken en wat je hier hebt... is gewoon dat dat is zo goed... Daar is zoveel tijd en energie in gaan zitten bij het schrijven van deze boeken... om te zorgen dat je dat gevoel niet hebt. Dat je gewoon de hele tijd denkt van, oh ja... Je, je hebt het gevoel dat je altijd alle informatie hebt. Maar toch heb je het gevoel, van, ja, ik wil meer informatie. Tof, maar je hebt wel het idee dat alles verteld wordt wat er is. Ja, precies. Uh, maar achteraf blijkt dan toch dat je net niet alle informatie had om toch het uiteindelijk te kunnen ontrafelen. En dat is. Uh, terwijl je wel dan achteraf, als je het klaar bent met het boek, denkt. Oh ja, dat en dat. En zus. En dit. Oh ja, en dit nog en dat. En dan opeens valt het allemaal op zijn plek. Ja, dat, dat is dat gewoon is, heel leuk, uh, toch? Als je dat hebt. Dat is gewoon heel leuk. Bij dat je gewoon... ook zo aan nadenken wordt ja. gezet. Maar dat is gewoon Fijn. heel goed geschreven. En dat is ja dat, dat, dat is gewoon wat dit, wat dit gedaan is. Ja, en dan. Uh, ja, dus over het boek zijn we denk ik allebei enthousiast en film. Ja, de, de, de film. Uh, ik vond denk ik de vorige verfilming van uh, Kenneth Branagh wel iets beter. Hoort op de Orient Express. Ja. Maar ja, ik ben niet echt. Ik, ik heb niet zoveel verstand van films, dus ik kan er ook niet heel veel zinnigs over zeggen. Maar nee, Ik vond die iets pakkender. Ja, die eerste denk ik ik denk dat je daar gewoon wel goed zegt. Want de het begin ook pannen. een beetje gek. Over Hercule Poirot, dat hij ergens in een oorlogsgebied of zo zat. Ik denk wat Ze hebben dit gewoon nou best nou wel wat aanpassingen gemaakt. Uh, uh, op basis van. Uh, zeg maar, ze hebben het geboek genomen met best wel wat aanpassingen. Bij, bij, Polar, uh, bij Polar... hebben ze gewoon zijn ze dichter bij. Uh, of bij de Orient. Uh, Orient uh, Moord op de Orient Express. Uh, zijn ze dichter bij, uh, daarbij, uh, bij, het, bij het boek gebleven? Ja. En hier zijn ze iets verder dat Wat je al zegt het hele begin met dat in de Eerste Wereldoorlog en, Voegt allemaal niks toe. Het voelt een beetje uit het verband uh, ofzo. Enorm ja. kunstmatig. Um, de karakters zijn samengevoegd. Dat voelt niet heel logisch aan in alle gevallen. Uh, je moet het doen voor een film. Maar het voelt hier soms aan dat, je, dat ze de verkeerde karakters bij elkaar hebben samengevoegd, om het zo maar te zeggen. Um, en ook een aantal details uh, later in het verhaal um, zijn aangepast. Ze zijn niet heel erg aangepast, maar er zitten wel wat, wat aanpassingen in. Kan je een voorbeeldje geven zonder te spoilen of is dat lastig? Um, nou, nee, maar gewoon voornamelijk uh, uiteindelijk. Hmm, in loop van het verhaal, misschien. Nou, niet ja, nee, gewoon hoe dingen gebeuren. Dus ja. uh, op een gegeven moment vinden er wat acties plaats, en die vinden anders plaats in het boek. Ja. Dus de eind, ja. het, eind, het, eind, het eindpunt is hetzelfde. Maar hoe ze daar komen zijn anders. Waardoor het in het film. Um, ik denk dat ze daar gedacht hebben is dat, het, dat het in een film is, is het moeilijk is om de gedachten van, van, van de personen uh, over te brengen. Dus hebben ze dingen yeah. meer visueel proberen te maken. Maar doordat ze het visueeler hebben geprobeerd te maken in de film, wordt het opeens heel onlogisch dat mensen zich zo gedragen. Ja, Hè? Je hebt ja, op een gegeven moment precies. die arts die rondloopt en dat soort dingen. Oh ja, die heb je ook nog, die best de dokter heb je. En uh, ja, die is gewoon veel beter, denk ik, in het boek neergezet dan in de film. In de film is die, ja, is gewoon niet. Is, is ongenuanceerd on of zo. Ja, raar. Hij is gewoon raar. Weet je wel, in, in, in het ja, een boek... raar figuur. Ja, kijk, in het boek is hij ook wel een beetje typisch. Maar daar heeft hij heel erg het gevoel, je heel erg het gevoel dat hij heel van eer ja. Het is wel iemand van eer. Dus op het moment dat hij uh, eventueel wordt beschuldigd van iets. Maar je hebt wel het idee dat hij gewoon heel erg wat eer heeft. Uh, nauwkeurig is. En wat je ook moet zijn als dokter. En in, is, ja. in de film komt hij een beetje over als een kluns, vond ik. Ja, maar precies. Dat komt, dat komt, want je vormt natuurlijk toch een beetje een beeld bij een karakter. en Dat komt in die film dan weer anders over. Ja, maar in de film moet hij een beetje een kluns zijn, want hij zit er, hij zit er, zeg maar, naast en hij moet iets niet zien dan opeens, zeg maar. Dus ja, dat, dat, dat is een beetje ongeloofwaardig. Vond dan? ik dan in ieder geval. Er zitten wat. Maar goed, het zijn details. Uh, de film is wel vermakelijk. Uh, oh, het ziet er mooi uit. Mooie muziek uit. in de film. Mooie muziek. Mooi, het ziet er mooi uit. Heel veel CGI, maar wel heel mooi. Uh, acteerwerk is, weet je, er zitten echt wel topacteurs in. Ja. dus Acteerwerk is best wel goed. Alleen zoals ik zeg, het, ja, net of iets van het script. Het is wel het kijken script. waard, zeg maar. Uh, het is wel Toch? het kijken waard. Ja. ja. Dus ja. Wel en wat leuk. ik nog, ja, wat we net zeiden met, met thrillers, die Hercule Poirot, hij is natuurlijk heel slim en heel beroemd, dus je zou ook denken dat mensen het een keer op hem gemunt hebben. Maar er is gewoon heel weinig geweld in het boek. Het gaat allemaal echt om het nadenken. Terwijl ja, ik lees ook heel veel thrillers, vind ik ook heel erg leuk. Maar dan voel je de spanning van: oh, de dader kan met een pistool het huis binnenvallen en de politie aanvallen. Weet je wel? En dat is hier totaal anders. Nee, ik heb het idee dat dat, dat, dat een bewuste keuze is in deze boek. Want bij Sherlock heb je dat wel soms. Sherlock en zelfs weer. Dus ik heb, dat, ik, ik heb het idee dat Agatha daar echt een keuze heeft gemaakt dat ze dat niet wil. In ieder geval in de boeken die we tot nu toe hebben gelezen. opnieuw. Misschien in sommige van de boeken is dat weer anders. Maar in de boeken tot nu toe. Hij komt toch wat meer echt over als een, als een gentleman op dat vlak. Zeg Precies. Maar echt een beetje elitair. Uh, en die gaat niet uh, met, uh, met zijn vuisten uh, uh, slaan op iemand. Hij gaat niet ook, iemand tegenhouden of ik kunnen ontrapen ja, ofzo. Dat of zo. of een achtervolging met pistolen en zo. Nee. Dat is niet echt zijn ding. Hij voelt maar in een zijn pistool bij zich. Dus dat, weet je wel, dat, dat is gewoon een beetje een andere stijl. Maar dat is niet per se uh, verkeerd, denk ik. Zeker niet als je met die mindset erin gaat. Of ja. als je al meerdere van deze boeken gelezen hebt, dan denk ik ja. Dan is het wel eentje die je echt gelezen moet hebben als je denk ik. Um... Als je, als, je, als je dit wil uh, lezen. Zeker. Ik ben nu net begonnen aan Moord onder vuurwerk. Ik denk dat dat ook wel een aanrader is. Mocht u nou denken. Hé, hey, dit vind ik leuk klinken. Dan ja, ja, kan stuur je die ook echt je, proberen. Stuur even een reactie wat je favoriete boek is. Ja, her, her, her cool inderdaad. Misschien heb je nog dan, een hele goede tip. Uh, is dat misschien een. Uh, nou ja, misschien dan niet over 60 afleveringen. Misschien iets eerder. Misschien iets eerder. Dat uh, zou wel leuk zijn. Doe <laughs> doen we die als volgende. Ja, ja goed idee. Nou, nou, super. Dan zijn we over een paar weken weer terug met een nieuwe aflevering.